Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag in Groningen, in Grün. Zo zeg ik het niet, I'm sorry. En ik ben vandaag met Charlene. Groningen, en, je zegt Groningen. Ja, je zegt Grün. Oh ja, Grün. Oké. Okay. En heel veel jullie vroegen of ik ooit in Groningen een vintage shoppen video zou opnemen. Dus dat gaan we vandaag doen. En Charlene vintage shop, never. Dus het is heel spannend voor both of us, want we hebben geen idee eigenlijk. We zijn onderweg op de fiets. Ik ken Charlene dus van de stageplek waar we samen stage liepen. En dat is bij Fashion Girls. En ja, dat is nu al 2,5 jaar. Wat zeg je? Ingestoken. Dus vandaar. Oké, ik ga jullie meenemen vandaag. Let's go. We zijn bij de eerste. Hij heet Mama Mini. Yeah! Oké, we gaan. Oh my god, mensen. Tunes van korting. Van de kleding. Alleen vandaag. Denk je dat deze mee kan op de fiets? I don't think so, my friend. Oh, maar die is zo mooi. Hij is heel mooi. Ik zeg, als je hem gaat schuren en dan verven. Ja, gewoon zwart. Dat is echt mooi. Wauw, deze is echt super mooi. Hij is maar 35 euro. Dit is het woongedeelte en ik zie daar vet veel kleding. Zien jullie dat? Dit is gewoon letterlijk zo'n tandartsstoel, hè? Wil je die? Nee, bedankt. Nee, bedankt. Kijk dit bed. Met dat daarboven. Oh, dat is heel mooi. En met van die gordijntjes zo. Oh, mijn tasjes. Charlene heeft net dit gevonden. Haar eerste vintage kringloop tweedehands item. Yes. En dat is echt heel nice. Oeh, die zijn ook wel schatten. Kijk, ik zag net deze. Want ik zoek nog een vaas. Die vind ik wel heel mooi. Maar ik ben met de trein. Dus misschien is het heel handig. Ik zei net tegen Char dat die kleur is super mooi. Alleen ik vind zeg maar de lamp zelf een beetje te groot of zo. Maar... pretty. We zijn nu bij de kleding. Oei. Oh mijn god, dit is gewoon van My Jewelry, hè? Ja, dit is maar 3,50 van My Jewelry. Ik kan niet zeggen. Char, de zoektocht begint. Oké, we hebben net bij de vrouwenkleding gekeken. Ik ga nu even bij de mannenkleding kijken. Dus wie weet vind ik daar wel wat. Wat is dat, Charlene? Ik heb nog niet zo aan de vroeg gekeken, maar het voelt of het er heel goed uitziet. Hier. Doe het op je neus als een echte influencer. Beter, nu is het beter. Ja. Het is echt zo'n snelle plangen. Misschien is het voor wielrenners. Oh, dat kan. Waar ben jij? Wat heb je nou? Ik ben hier. We zijn net uit de kringloop. En Charlene heeft twee dingetjes gevonden. Maar ik heb niks gevonden. Er was niet heel veel. Alles was best wel uitgekoud. Zo, hoe zeg je dat? Leeg gewoon. Maar het was dus niet zoals we hadden gehoopt. Qua kleding. Nou, qua alles. Eigenlijk qua alles. Er was gewoon niet heel veel. Dat was jammer. Dus we gaan nu naar de volgende. Want we kwamen onderweg. Kwamen we er één tegen. En hij eet gewoon goed. Goud goed. Dat had ook gekund. We zijn er. Oké, we zijn gearriveerd. En het is vet voor kleding. Ze dragen gelijk deze nice, hè? Dit is echt heel mooi. Ja. Misschien kunnen we iets voor de feesten. Oeh, dit is apart, zeg. Nee, misschien toch niet. Ik vind net deze broek van H&M. Vet mooi. Moet je kijken hoe lang zo'n wijde pijp. Maar kijk. Er zit nog een kaartje aan. Bizar, dit is echt nog dat oude H&M. Ik ga hem gewoon passen, het is maat 34. Wie weet, pas ik hem. Hij lijkt wel heel lang, maar je weet het niet. Ik pak even een mandje. Kijk! Hier hebben ze letterlijk de broeken op maat. Gewoon S is hier. Dat is toch vet nice. Oeh, die is leuk. Wel heel kort, hè? Maar misschien moet de band die je draagt, dan moet je ook niet. Van welk merk? Dit is van Bershka. Maat S. Let's try. Deze jas. Jongens. Ik heb natuurlijk net zo'n jas gekocht. Maar deze is echt zo. Hij is wel echt groot hoor.
Maar ik vind dat dus echt sick. Ik moet echt stoppen om bij de jas te kijken. Char, do you remember the bolero tijd? Oh mijn god. Ik droeg altijd een bolero. Ik had gele bolero's, groene bolero's, glitter bolero's. En dat mensen dan zeggen bolero. Nee, ze zijn niet bolero. Dat is erg. Ik vind dit, deze, I love it. En deze heeft eigenlijk de perfecte lengte. Die spijker die ik net had, die is wel echt een beetje kort. Maar deze. Oh, een panty, Dr. Martens. Een trui. Ja. 3,75. Oh, valt mee. Ik vind deze ging ook echt super leuk. En ik ga nu bij mijn favorite color. Ik vind net deze, hij is echt prachtig. Sorry, jij mag hem wel. Ja. Maar hij is van Koeken. Mijn favorite toen ik 14 was dat wel. Kijk hoe mooi deze is. Oh, dit zou jou heel mooi staan. We kunnen hem allebei passen. Zullen we allebei passen? Ik kijk. Oh, nee. Oké, ik vind net deze Zara sweater dress. Want die is wel te lang trouwens. Hij is zo'n mooie kleur. Hij is wel echt dun, hè? Zo ja, zacht. Maar... Ik denk dat hij te lang is. Nee, het is juist perfect. En dat hij dun is, is ook niet erg, want er kan altijd nog iets onder. Wat dan? Gewoon een t-shirt met lange mouwen wat je niet ziet. Niet, je mag hem niet zien. Nee. Oh, jawel, en een riem. Oh, yeah. Ja, echt heel mooi. Hup. Hey. Oeh. Nee. Oh, jawel. Wat is het? Een rok? Ja. Het is veel... Hij is te groot. Te groot. Te groot, te groot. Ik heb nog steeds een jurk voor een bruiloft. Nog steeds. Ja, ik denk veel te groot, maar wel mooi. Maat 40. Waarom? Maar wat als je een riem doet? Ja. Je moet kijken of hij niet dan bij de schouders afzakt. Maar hij is wel echt mooi. Zal ik het proberen aan een riem vinden? Ja. Je moet dingen kansen geven als je weet. Nee. Vol. Nee. Die blazer. Kijk, die vlek. Dat krijg je denk ik niet uit. Nee. Denk je wel? Hoe sad nee, ben je? Nee, gaat eruit, denk ik. Bye. Bye. Er staat korting daar. Nice. Jammer. Weet je hoe mooi? Dan heb je zo'n hele grote gang. Wit. En dan zo'n spiegel. Ja, maar hij is niet zo. Nee. Kleding 50%. Oké, oké. You never know. Ik vind net deze rok. Van Hennes. Maar hij is echt vet mooie kwaliteit. Ik heb de jackpot hoor. Gala jurkies. Voor de feestdagen. Ja, yeah, wow. Oké. Okay. Girl. Dit is echt wel leuk. Doe maar erin hoor, anders. Oh, dit kan echt voor een mooi feestje echt genieten. Wat wilde je zeggen, Char? Dat je niet had? Voor... Wacht dat ik niet zou vinden, maar we hebben er al drie. En de shirt wat jij hebt. Die ik wil. Hier zijn de tassies. Oeh, wat een schattige tas. Oh mijn god, I love it. Oh, dit's... kijk de achterkant. Oh. Dit is nog schattiger. Wat staat er? Small brown bag. I love deze. Small brown bag. Hij is 75 cent. Oh mijn god, deze gaat mee hoor. Oh, dit is echt leuk. Wat leuk is deze. Ja. Oké, okay, ik heb het truitje aan. Ik draag niet zo vaak wit. Denk je dat het mag? Ja, dan hebben ze alleen maar meer plek. Gaat het sneller? Ja. Charlene is even bij mijn paspoortje gekomen. Oh, mijn nog is groter. Oh, echt? Ja, de meisje is zo klein. Ik vind... Je ziet mijn BH sowieso, dus dat is niet mooi. Mm. Maar ik denk dat jouw beter gaat staan. Ik vind dat je ziet een beetje zo billetjes. Oh. Maar ik vind hem wel mooi staan. Nou, ook bij mij. Ja. Je draagt nooit wit. Nee. What about you? En dan staat je wel. Ja, als hier niet dit onder zit. Ja, precies. Maar je gaat hem niet nemen. Nee. Maar jij moet hem wel. Moet ik hem passen? I'm a gypsy. Dit ziet er nee, toch niet ergens uit. Wel. Je moet even je broek wegdoen. Ja, dat snap ik. Maar kijk dan eens. Doe me denken aan een mier. Je komt. Ik snap, ik weet niet waarom. Omdat het zo veel is bij je billo's. Nee. Wow. Oh, dat is mooi. So I sleep. Erin ook. Nee, maar dit gaat echt gelijk uit, mensen. Dit kan echt niet. Ik heb de dress aan. En best leuk. Ik zit al een beetje zelf te twijfelen wat ik van de
kleur vinden, want het licht is hier ook een beetje gek. Zelfs met het riempje is het leuk. En die schouders zijn ook nice. Ja, als ik zo naar kijk. Hij is echt leuk. Ik kan hem ook gewoon voor kerst aan, weet je wel. Of echt doen. Ja, hè? En ik weet niet hoeveel die was, maar 7 euro of zo. En met open rug, zien jullie het? Zien jullie het? Ik zie het helemaal niet. Ja, man. Mooie hakken. Wat voor riempje dan? Ik zou deze riem misschien doen. Mag ik eens afknippen? Dan ben ik het schrikje uit. Als je dit gewoon afknipt. Ja. Hoezo past dat riempje ook in je taille? Dat is gestoord. Dat is nooit. Nee. Dat is echt nooit. Hij past gewoon. Het is waarschijnlijk een kinderriem. Ja. Goeie. Ik heb de sweaterdress aan. Charlene, kom maar. Ben je ready? Aan het wijden. Nee. Kijk dit. Oh. Kan toch niet, mensen? Het is echt heel moeilijk geweest. Vies dat het aan twee kanten is. Het lijkt op een soort... Wat is dit, Charlene? Echt vette ogen. Ja, het is echt hier, hè? Eén kant was ook nog wel oké geweest. Maar zo hoog? Ja. Mijn bil is hier, hè? Hier mijn bil en hier stopt hij. Nou, jongens, die gaat gelijk uit. Oh. Ik heb de zwarte spijkerbroek aan. Hij staat superleuk. Hij is niet te kort. Nou, ik moet niet bukken, though, want anders gaat het echt niet goed. Ik ga met panty, Dr. Martens. En dan met mijn tasje. Ja, man. Maar hij gaat echt heel veel omhoog. Kut, ik ga hem ook niet naar beneden. Maar van de voorkant niet. The downside of big booty. Kut, sorry. Nee, maar kijk, het scheelt echt wel 5 centimeter voor en achter. Ja, of... Kijk, van de voorkant is hij dus perfect. As you can see. Van de achterkant gaat hij dus zo staan. Show us. Dat is echt leuk. Kijk, zie je het? Ja. Nee, Charlie, ik baal. Oh, wat zielig. Nee, dit is echt ik voel ook lucht, weet je wel. Ja. Wat jammer. Maar is dat bij iedereen met die rokken dan? Nee, niet iedereen heeft zulke billen. Okay, ik heb de spijkerrok aan. En ik ben dus helemaal niet gewend om spijkerrokjes aan te doen. Ik vind het ook niet echt staan, to be honest. Maar ik denk met een witte trui, witte kool, kan het wel leuk staan, denk ik. En deze gaat niet zo wijd uit. Kijk, Char. Wat ja, vinden we? Voorkant goed. Achterkant. Beter. Ja, kijk. Kijk, want hij is niet... Hij is losser soort van. Jullie gaan zo hard lachen. Het ziet er niet uit, die broek. Oké, komt het, hè? Dit is sowieso al een vee. Wat is dit? Are you ready, Charlene? Ja. Je gaat echt keihard lachen. Weet je nog wat ik zei? Ik denk niet dat hij te lang is. Maar waar dit? Wat is dit? Sorry, maar wat is dit? Ik kan niet met low waist. Ik snap dat mensen low waist. Hij zit ooit bovenbenen wel strak. Ben benieuwd. Maar waarom gaat hij zo raar? Ja. Terwijl hij is hier heel strak, hè? Ja. Hij is hier gewoon eigenlijk perfect. Ja, ik heb gewoon een beetje het idee dat het... Jongens, ik ben echt obsessed met de small brown bag. Hij is zo cute. Kijk hoe fashion. Ik ben weer helemaal aangekleed. En we gaan nu bij de home dingen kijken. Dus ik neem dit allemaal mee. Deze blouse gaat Charlene nemen. Echt super mooi. Echt zo leuk. Kringloop. I love it. Charlene en ik zijn echt obsessed met deze glazen. Ik vind deze... Oh mijn god, ik liep bijna mijn camera vallen, no joke. Vet Nederlands. Delfts blauw. Ja, maar kijk hoe mooi. Wat zou ik hierin kunnen doen? Ja, een cocktail. Een martini met een olijf. Ja. Deze is ook heel mooi. Yeah. Oeh, herfsty. Ik heb uiteindelijk de rok gekocht. Het riempje. De jurk. En het tasje voor... Maar 14 euro. We zijn in de volgende vintage winkel. Het ziet er heel nice uit. Allemaal Levi'sjes. We vinden net deze. We're gonna try it. Of nou, ik. Allemaal van die petjes. Ik vind dus dit petje. En het lijkt op de ene die ik nu heb. Maar dan bruin. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe die leren staat. Het
ziet er echt niet uit. Nee, deze. Of deze. Oh nee. Nee, nee. Doe eens van de zijkant. Nee, nee, wacht. Nee, van de zijkant lijkt hij op een snavel. Je ziet het zo wel. Deze is echt prachtig. Ja, denk je te lang? S. Ik zou hem best wel willen passen. Oh nee, hij is te lang. Nou, ik kwam dus niet in de Levi's broek. Maar ik heb nu deze broek aan. Maar kijk, hij past. Hij is hier vet wijd. Dus dat is jammer. Maar het is echt gewoon het model. We waren dus net hier zo. Resisten. Heel nice. Ik heb dus deze pet gekocht. En I love it. Voor 5 euro. Wij zijn weer... pikken donker. Let even shoppen. Mand. Ken je dat filmpje? Mand. Wie wil deze mand? Die is echt heel pretty. Zie je het wel? Ja. Voor? What else? Uilen. Dat moet er even bij. Alleen voor de uilen. Ja. Deze is prachtig. Is het een karaf of een vaas? Hoe noem je dit? Dit is een karaf. Volgens mij. Waarom ruik jij daaraan? Ze heeft hier net al aangeroepen. Nee. Ik kan het niet plaatsen. Het is niet per se vies. Oh, oké. Okay. Niet een muff of zo. Wat is dat? Muff. Ze heeft dit. We gingen hem net testen. Ze hadden hier een lampje in gedaan. Superleuk. Past dit dus niet in fucking topcontact? Topcontact? Nou, lullig dus. En dan heeft ze nog een bol, een salad bol. Ja. Ik vind hem prachtig ook. Deze is wel echt heel mooi. Ja. Ik wil deze nu wassen eigenlijk. En gebruiken. En ze heeft dat blouseje die Lella ligt. Ja, ik wil het blouseje dan nog 3 keer wassen. Voor 4 keer. Maar... wat vond je er nou van dan, van de winkels? Wat was je favoriet? Nou, niet de eerste. Nee, de tweede. Bij mij was de tweede mijn favoriet. Ja, ik vond de tweede winkel wel het leukst, maar alsnog... Oh nee, ik vond de derde winkel ook wel leuk, maar we zijn niet echt... We hebben niks gekocht. Wat was de derde? De ene met daar de petje heb gekocht. Maar er waren ook echt best wel dure dingen. Ja, klopt. En voor die... Ja. Mm. En daar rook het heel vies en daar hebben we allebei allergisch. Ja, wij werden helemaal snotterig. Vieser. Ja, dat klopt. Je bent echt geslaagd. Yay, for the win! Vintage for the win!